Dames en heren, hartelijk welkom bij No Limits, aflevering 16. Vorige keer had ik beloofd om de aapjesachtbaan te doen. We gaan eerst een andere doen, waarvan ik de namen weer vergeten ben. Maar het duurt heel lang met laden. Dus goed dat ik hem vast mee heb geladen. Tot na het intro. Oké, people, let's go to work. Oké, we zitten in de achtbaan al. Ik weet even de naam niet meer, maar oh my god, het ziet heel apart uit. Het is ook een beetje raar dat dit in de lucht is gebouwd, lijkt het net. Ik weet niet of het verkeerd is gegaan met iets, maar ik zie ook geen station en zo. Het zal maar wel goed zijn. Ik weet in ieder geval wel dat de achtbaan nu extra hoger lijkt. Want dat het dus keihog in de lucht is gebouwd. Maar het gaat even over de layout. De omgeving kunnen we niet echt over oordelen nu. Dus dat is wel iets minpunten. En hij is ook echt wel iets te hoog, denk ik. Maar dat maakt het wel vet. Ik denk dat deze achtbaan best wel keihard gaat. En hij is ook een beetje, de kleuren zijn eentonig, vind ik. Groen met paars en dan een paarse achtbaan. Nou, het zal me niks verbazen als de ondersteuning ook paars was. Of met groen. Ik denk zwart. Het ziet een beetje somber uit allemaal. Ik had het karretje ook een andere kleur gemaakt. Ik denk geel. Geel met rood of zo. Denk ik. Maar het doet heel langzaam. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen nu. Hij gaat toch wel naar beneden. Oh, oké. Ja, ik had nooit verwacht dat we nog naar beneden gingen eigenlijk. Oh, we staan ook echt zo wat stil. En we gaan eigenlijk steeds harder. Harder, 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 harder. En wat een daling dit. Oh my god. Dit is echt te hoog. Wauw. Gaaf man. Nou, dit is een gaaf achtbaan hoor. Kijk hoe die vaart erin nog. Ah, dit is vet. Wauw. En we zijn nog niet klaar. Nog een keiharde afdaling hier. Nou, keihard. Ik denk wel met een flinke vaart. Ondersteuningen zijn trouwens wel echt heel gaaf gedaan. Ik geloof dat die al matig zijn aangepast. Zie je snel genoeg? Ik denk het wel. Ja, ik denk dat deze achtbaan wat objecten mist. Met station en wat bergen en zo. Want het lijkt alsof het ook van verschillende hoogtes is gebouwd. En ja, ik weet even niet meer hoe ik uit het karretje ga. Oh, met E. Kijk. En ja, zoals je ziet, ik denk dat het wel op heuvels is gebouwd. Omdat, ja, kijk. Hier gaat hij omhoog, zie je het? En hier is hij weer laag. Dus dan zou hier een soort heuvel moeten staan, denk ik. Nou, ik vond het wel echt een hele vette layout. En we gaan, zoals we beloofd, Aapjes Wonderen Wereld doen. Het is eigenlijk de tweede achtbaan van Koen. Vorige keer hebben we de eerste gezien en nu dus de vernieuwde versie. Ik ben heel benieuwd. Ja, vorige keer hadden we dus een foutje gemaakt. Maar ik ben met Aapjes Wonderen Wereld. Ja! Yeah. Wow, en het station staat wederom weer schuin. Net als de vorige achtbaan, maar het ziet wel echt veel beter uit. Met natuuromgeving. En zelfs tunneltjes door de berg heen, wat leuk. Ook dit vind ik wel heel gaaf. Van die slaloms. Oh, wat apart joh. En we gaan in een tunneltje worden omhoog getakeld. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien in No Limits, zoiets. Dus daarom vind ik het nu al gelijk heel vet. Ik vind het echt heel gaaf. Alleen net een beetje of we schuin omhoog werden getakeld. Het zijn ook hele aparte karretjes hoor. Het lijken net mijntreinkarretjes. Wow, en ook die berg vind ik heel vet gedaan. Dat zou ik niet weten hoe je dat moet doen hoor. Zo'n berg. Hele steile bochten. Oh, dit is echt wel een beetje een familierijd dit hoor. Heel gaaf, heel leuk. Echt heel gaaf. Hij is sowieso al beter dan één. Wow, we staan bijna stil. Wow. We gaan de tunnel in. Wauw, ik denk dat dat wel de hardste afdaling is van deze coaster. Hij heeft natuurlijk niet zo'n grote vaart, maar het is toch een hele lange rit dit. Zo. Heel veel tunneltjes. Steile bochten. En de vaart wordt eigenlijk onderbroken door die bochten, maar dat, ja, dat maakt het ook wel grappig, denk ik, deze attractie. Ik denk dat het ook wel een achtbaan is die daarvoor bestemd is, hoor. Oh, leuke lantaarnpaaltjes langs de baan. Grappig, joh.
Oh, halen we het? Jazeker. Wauw. Ja, dat station kan misschien wel recht de volgende keer. Dat ziet er heel onrealistisch uit. Maar voor de rest vind ik het wel echt super vet gedaan. Echt een, ik wilde even doorheen vliegen, want ik vond het echt wel. Het is echt een hele aparte baan, dit joh. Hij is ook echt extreem lang gewoon. Tof, laat me weten in de comments natuurlijk welke achtbaan jij van deze drie beste vindt. We gaan natuurlijk nog één achtbaan doen, zoals ik heb beloofd. En dat wordt, even kijken, de Outpost hebben gedaan, Wildfire. Een Maror Sunne X-Car designed to push... Maak het uit, we willen hem gewoon spelen, die tekst boeit me niet. Zo, en het is avond geworden eigenlijk in deze achtbaan. Kijk, de kleuren bevallen me al. Gewoon wit met rood gekozen, toevallig omdat ik dat zei. Vorige, die eerste achtbaan. En ook met bergen heeft hij wat gemaakt, hè? Landschap. Hij heeft een beetje verder gekeken dan zijn neus lang is. Hij heeft eigenlijk gewoon aan de... Ja, een beetje bergen gemaakt en zo. Grappig, joh. Hij heeft echt heel veel aan de omgeving gedacht. Oh, dit is heel creepy. Oh my god. Ik krijg rillingen, joh. Wow. Holy cow. Holy hell, dat was echt ziek. Kijk, die bomen zelfs daar, die grote. Wow, wat gebeurt er? Wow. Holy shit. Holy shit, dit is vet. Wow. Oh, dit is echt heel vet. En ook nog gelanceerd nu? Wauw. Echt alle technieken die je kan maken met No Limits in deze achtbaan, geloof ik. Dit heb ik echt serieus nog nooit gezien in het begin. Wel in het echt natuurlijk. Ja, niet zeg maar dat ik er wel bij was, maar wel op internet video's en zo. Oh, en een loopingje? Nou, fantastisch. Wauw, jongens. Ik wil even er overheen vliegen, want... Ongelooflijk, kijk. Dit is echt bizar om even te laten zien. Je stopt dus hier. En echt op een vreselijk punt. Je ziet eigenlijk geen rails meer vanaf dat, hè. Je kijkt gewoon naar het water. Je wordt gewoon gedropt. En gaat onder het water door en je komt eruit. En dit was eigenlijk wel heel ziek. Nou mensen, kijk, dit is echt fantastisch om even te laten zien aan jullie. Ongelooflijk, maar dit is toch fantastisch. Ik wil zeggen, bedankt voor het kijken naar deze video. Laat weten welke achtbaan je het leukst vond. Nou, het is wel duidelijk dat ik hier helemaal verliefd op ben geworden. En tot de volgende keer. En dan gaan we weer drie achtbaanen doen. Doei doeg!